Vanaf vandaag serveren we in Dag Limburg om de twee weken een portie Limburgs basketbal. Zaterdag maken Tongeren en Houthalen hun debuut in Tweede Nationale. Op de eerste speeldag staan ze meteen tegenover elkaar. Dag Limburg polst naar de ambitie van onze twee beste basketbalteams. Push it, push it, push it, push it. Shot. I think you all feel the tension coming on with the game tomorrow. Okay. And the game on Saturday, important week. Het is de eerste competitiewedstrijd en dan is het ook nog thuis tegen Houthalen. Dus het is wel een speciale wedstrijd, maar nerveus niet meer. Nee. Well, I expect a very intense match. It's a rivalry within Limburg. It's the two top teams in Limburg and I think I expect nothing more than an absolute fight to the very end. On both parts, I think we're very excited for this matchup. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game 6. Ze hebben sowieso de ploeg perfect versterkt met een Amerikaanse inbreng. Net de juiste speler op de juiste plaats. Het inbrengen van Westerol is een serieuze surplus voor hen. You know, last year they beat us 3 times, so I would just think that they're a little bit of the favorite. They are at home. They have added some good, nice players and Martijn Hendricks and Dean Dillon. So I still think that we're a little bit of an underdog. Ik verwacht sowieso een heel spannende wedstrijd en ik hoop natuurlijk op een zege van ons. Ik verwacht dat ook, want we spelen thuis. Tongeren kennende, we spelen altijd voor een uitverkochte Pibo eigenlijk. Nu zullen ze weer tribunes moeten bijzetten, dus de sfeer zal wel optimaal zijn. I hope we get a lot of support from the supporters and I think it's going to be a really good game, a fun game to watch and exciting to be at. Afspraak zaterdag om 8:30 in de Pibo Hall in Tongeren. Tony Soevereins was jarenlang bondscoach van de nationale ploeg en kent het basketbal als zijn broekzak. Hij blikt vooruit op een boeiend seizoen. Sinds het wegvallen van Bree is er zo een leemte geweest. De jeugd had niks meer om naar op te kijken. Nu krijg je eindelijk terug twee ploegen die aan de top toch Tweede Nationale meedraaien. En dit zijn weer uithangborden voor de jeugd. Maar ik denk dat het een succes is als ze dit jaar in de middenmoot kunnen meedraaien. Ik denk niet dat we moeten gaan dromen en gaan zeggen, kijk, we gaan onmiddellijk een ploeg in tweede afdeling klaarstomen om door te stoten naar eerste klasse. Ik denk ook dat als je basketbal op een hoger niveau wilt tillen in onze provincie, dan is het belangrijk dat er een organisatie is die erachter staat. En in Limburg is dat nu LBBF. We ondersteunen kampen. We hebben ook clinics voor de coaches. Denk ik dat zij ervoor zorgen dat het basketbal eindelijk de steun krijgt die ze nodig heeft in Limburg om te komen waar we willen komen, uiteindelijk toch in eerste afdeling. Het laatste basketnieuws vind je ook op de Facebookpagina van Limburg Basketbal.